Goedemorgen. Oh, lieverd, stoor ik? Nou, we zijn er toch? Hey, ik was net bij die heerlijke Italiaanse delicatessenwinkel. Ik dacht, ik kom even langs. Is het allemaal goed gegaan met Nona? Is ze doorgeslapen? Ach, als een engeltje. Ze is nou met mevrouw Zwart naar de reptielenfarm. Hey, wat denken jullie van een etentje? Om Vincent welkom te heten in de familie. Nou, dat is toch niet nodig? Nou, ik doe het heel graag. Een beetje om mijn aanvankelijke overbezorgdheid goed te maken. Nou, goed, graag dan. Ja. Hey, nou, Ludo, Menno, Lucas komen ook, dus... Dat is heel erg lief van je. Nou, niks. Oké, okay, nou, dan zie ik jullie later. Oké, dag. Hey, man. Oh, wat fijn dat het zo goed met je gaat, man. Ja, ja, met mij gaat het ook heel goed. Heel goed zelfs. Ik heb groot nieuws. Een bedankje. Zonder jou was ik de afgelopen week echt niet doorgekomen. Het is de echte, hè? Uit Modena. Oh, heerlijk. Dankjewel. Ja, ik weet dat je het niet mee eens bent, maar ik kom toch niet terug op mijn beslissing, hoor. Het is echt te laat. En ik hoop dat je dat respecteert. Van mij horen ze niks. Ik ben verliefd. Ja, ze zit hier naast me. Nina Sanders. Nee, het is een dochter, vandaar dat ik ook ontslag heb genomen. Ja, ik vind wel wat anders. Ja, heel snel, dat beloof ik je. Zij wil jullie ook heel graag ontmoeten. Je zou ze moeten zien samen, zo schattig, alsof het zo moest zijn, hè? Ja. Ze herkennen zich in elkaar. Nee, helemaal niet. Ze zijn juist heel verschillend, daarom werkt het zo goed. Maar goed, ik zou tante Maxime niet zijn als ik de nieuwe situatie niet zou bekrachtigen met een feestje. Dus ik heb een etentje georganiseerd om Vincent welkom te heten in de familie. Tot snel, mam. Doei, doei. Nou, ze kan niet wachten om jou te ontmoeten. Dus laten we een weekend prikken en dan vliegen we naar Genève. Mijn vader die is nu alleen niet. Die zit voor een half jaar in Nieuw-Zeeland, waar hij het niet zo naar zijn zin heeft, hoor ik net. Oh, wat erg. Dat is jammer voor hem. Ja. Wat doet hij daar? Hij is gastdocent aan een kunstacademie in Wellington. Ik wist helemaal niet dat hij ook iets in die richting deed. Dat moet je tegen Maxime zeggen. Volgend weekend kan ik niet. Dan moet ik naar de modebeurs in Milaan. En dat weekend daarna kan ik ook niet. Is dat wel verstandig? Nou, hoezo niet? Als je het goed beschouwt is de situatie prima zo. Ik bedoel, Vincent blijft hier. Ik hoef geen smoesjes meer te bedenken om hem te zien. En zo kan ik ook een familieband met hem opbouwen. Ja, als tante van Nina. Maar hij zal jou nooit als zijn moeder zien. Dat heb ik er voor over. Waarom vraagt ze niet of ze vanavond ook komt? Maar nee, ik kan toch niet zomaar met mijn moeder aankomen zetten? Ben je toch lief bescheiden? Maar Maxime vindt het alleen maar leuk. En mijn vader ook. Ja, maar dat betekent dat ze vanmiddag nog op het vliegtuig moet stappen in Genève. Ik weet niet of ze dat redt. Dat weet je alleen als je het vraagt. Dus hup, bellen. Hey. Ach, een sms'je van Lucas en Menno dat ze niet komen. Nou, het verbaast me niks, want ik had niks gehoord. Jammer. Hey. Sorry dat we iets later zijn. Geen probleem, prinses. Hey. Oh. Hebben jullie ook witte wijn? Nee, voor mij niet. Een tonic graag. Voor mij wel. Witte wijn, hier. Graag nog een witte wijn en een tonic. Ja, we blijken toch wel met z'n vieren te zijn, dus je kunt twee tafels... We zijn met z'n vijven, dus je mag er eentje weghalen. Hoezo? Wie komt er dan nog meer? Ah, je bent er. Hoi. Oh, wat heerlijk je te zien. Ja. En zo op een wacht. Helemaal uit Zwitserland, mijn moeder.